In juni 2016 werd een 63-jarige man in zijn eigen huis overvallen. Daarbij werd zoveel geweld gebruikt dat de man bruts zijn ribben en een stikkende noos oproen. Vier vertochten ben uiteindelijk aangehouden en de zaak rint al een skofke. Goed, wie er weer een zittingsdij, maar net met alle vertochten. Een van haar zit in Servië en een oor kreeg de uitnodiging voor de zitting op een verkeerd adres. Twee van de onwijzige vertochten lezen de schuld bij een man uit Emmen. Alle vertochten ontkennen dat ze een oorval, raamd, plant of uitviert hebben. En benamde man uit Emmen krijgt de schuld van oren vertochten dat hij ze mislaat had. Hij zou ze inhierd hebben om een schuld in te lossen van het slachtoffer van de oorval. Maar ja, de man hier natuurlijk helemaal geen schuld bij de man uit Emmen. En doet ze daar een keer wieën, is de man uit Emmen, zou de verdachte binnendrongen en het om mij helpen de man gewelddadig te overvallen en te beraven. De verdachte uit Emmen bloot ontkennen dat hij überhaupt bij de overval onwijzig wie. Het is voor justitie nog altijd net duidelijk wat nou hokker rol spelen had. Nou waasje is de volgende zittingsdij. De verwachting is dat het Openbaar Ministerie dan ook mij eerst kan commercieel.